Yo, gasten, en welkom bij weer een nieuwe video en vandaag een nieuwe video op het kanaal van Fish. En ik heb al een tijdje deze serie niet geüpload, maar we gaan vandaag weer Road to Life Infected DNA Bomb doen. En de reden dat ik het eigenlijk niet geüpload heb, is omdat ik de laatste tijd gewoon veel met livestream bezig ben geweest. Dus daardoor is YouTube ook een beetje stil komen te liggen. Gewoon minder naar YouTube gedaan, maar ik ga gewoon nu YouTube weer oppakken. Ik ga mijn normale Nederlands kanaal ga ik nu in het Engels doen. Dus dat wordt wel anders. Maar ik ga gewoon één keer in de week weer gewoon deze serie uploaden. En proberen de DNA-bom te halen. Ze hebben het natuurlijk geüpdate. Je kan nu met meerdere wapens spelen. Dus dat is naar mijn mening wel een stuk toch makkelijker om het zeg maar te halen. Maar moet ik zeggen dat dit niet mijn favoriete wapen is. Beetje een raar ding. Ik heb ook geen flauw idee hoe dit ding heet eigenlijk. Ik zou het graag willen zeggen, maar ik heb geen idee. Want normaal use natuurlijk nou niet echt vaak dit soort wapens. Meestal gebruik ik de ASM1 of dat soort dingen. Maar ja, in ieder geval, ik ben gewoon weer elke week terug. Dus met deze serie, hopelijk vinden jullie dat leuk. Als jullie dat nou leuk vinden, laat dan al meteen even een duimpje achter. Om Fish te supporten. En kan je stilstaan, please? Misschien is het beter om hier niet te gaan zitten. Dan gaan we sowieso dood. Ja, het gaat trouwens wel heel snel. Holy shit. Het enige wat ik echt hoor is time extended. Boom, boom, boom. What the fuck? Oh, dit ding kan overheated raken. Dat is niet zo waar. Dat maakt het niet makkelijker ofzo, moet ik zeggen. Maar het zou wel wat makkelijker moeten zijn nu met gewoon wat andere wapens. Want deze is op zich wel wat beter nog als de Bulldog op afstand dan. Van dichtbij is de Bulldog natuurlijk veel beter. Nou, het springt gewoon van de map af volgens mij. En we kunnen wel die ammo shit oppakken, maar daar hebben we ook niks aan. We zijn 4 in 0 staan we nu. Dat is op zich wel redelijk. 5 in 0. Eerste keer met het wapen. Kijken of we meteen al een DNA-bom kunnen halen. Gaat sowieso lastig worden. Dat is nog niet het beste wapen. En we staan hier echt best wel op een goede spot. Als we van die kant blijven komen, dan... Daar heb ik wel redelijk wat vertrouwen in. Oh shit, oké, dat gaat al fout. Zit hij nog daar? Ja. Kom uit, joh. Dat klinkt echt heel verkeerd. Maar hij zit wel echt vies uit te campen. Niet dat wij elkaar staan te rushen ofzo, maar... Nee! 9 om 1, holy shit. Ik had echt het gevoel alsof het gewoon even lekker ging. Maar helaas, oh, zeg please niet dat iemand out of the map is. Doe ik zo'n hekel aan als die mensen out of the map zijn. Nou, we gaan gewoon even deze game afmaken. Oh, dat was misschien ook wel een slimme plek om te kunnen gaan staan. God damn it. Dus op zich was dat ook wel een slimme plek om te gaan staan. Maar ja, we stonden hier wel toch wel perfect. Omdat niemand aan je kills kan jatten en noem maar op. Dus dat is natuurlijk ook wel weer een voordeel. Als je hier met z'n allen gaat staan, nou, dan schiet het ook niet echt heel snel op met de kills op zich. Maar hij staat er wel goed. Het is echt lastig om hem te raken nu. Even die gast knijven en dan spelen we gewoon nog een potje. Gaan gewoon elke week gewoon 2 potjes spelen. Hop. Daar is die al. 3 gasten over. Dat vind ik wel op zich best wel bullshit. Dat je gewoon de hele tijd opnieuw kan joinen. Niet als je al dood bent, dan kan je natuurlijk niet joinen. Maar er joinen gewoon de hele tijd nieuwe mensen. Zoals je ziet, nu zijn er gewoon weer 3 mensen. Dus dat is natuurlijk echt... Het staat eigenlijk helemaal nergens op. Maar in ieder geval, laat me gewoon weten wat jullie gewoon het liefste willen zien. 2 potjes, 1 potje. Laat me gewoon weten of wat jullie het fijnst vinden om te kijken. Wat jullie het leukst vinden om te kijken. Moet natuurlijk wel wat actie zijn, dus ook niet leuk om 20 potjes te gaan spelen. Het zou kunnen, maar het lijkt me een beetje overdreven. Oké, nog 2 mensen over. Ik heb echt het gevoel dat ik de enige ben die ook die kills maakt. Er zit niet echt veel vaart in met mijn teammates. Nou, eentje zit daar in die hoek. Waar die ander zit, ik ga... Ah, oké. Nog 1 gast over. En die zit op mij te schieten. Waar dan ook. Schiet! Oh, ik heb dat ding niet meer. What the fuck? Ik dacht toch echt dat ik dat ding nog had? Ah, oké. Hoppakee. Nou, het is over. Ik ga even een nieuwe lobby zoeken en dan ben ik zo meteen bij jullie terug. Laat ze alvast even een duimpje achter en ja. Tot zo. Oké, nou dan ben ik weer. Game 2 gaat van start en we spelen nu met de Bulldog op Riot. En ja, weer de Bulldog. Helaas dat we nu dan de Bulldog krijgen, maar ja. Ik op zich... Riot is wel een goede map om zeg maar met een Bulldog gewoon het goed te doen. Dus het zou op zich, zouden we het kunnen halen. Kan lastig worden, maar ik had liever de ARX gehad. Oh. Ja. Dit gaat geen DNA-bom worden denk ik.
Wat denken jullie? Wordt dit een D-enable? Maar ik denk het niet. Nou, zullen we dan gewoon een keertje dit doen? Normaal hou ik dat er altijd uit als ik zeg maar de eerste infect ben. Maar ja, waarom niet? Dat hoort er ook gewoon bij eigenlijk. Dus ja, laten we dat ook gewoon inlaten. En dan ga ik gewoon de volgende keer weer proberen een D-enable om te halen natuurlijk. En laat ook weten of jullie willen dat ik dit er zeg maar inlaat. Of dat jullie lief hebben dat ik dat gewoon eruit haal zoals ik normaal doe. Zodat jullie gewoon lekker kunnen zien hoe ik kills maak en niet hoe ik ja, rond moet nijven als een of ander, ik weet niet wat. Want dat is natuurlijk niet zo makkelijk om gewoon, ik weet niet, zou je een DNA kunnen halen als je gewoon de infecte bent? Dat is op zich wel een goede vraag. Ik denk dat niet zoveel mensen daar het antwoord op weten, want je bent natuurlijk gewoon levend, dus het zou op zich kunnen. Toch? Lijkt me wel. Maar laat het gewoon even weten in de comments. Misschien weet jij het toevallig. Het lijkt me toch wel redelijk onmogelijk om te halen. Oh, er zat daar nog eentje in de hoek. Want ja, iedereen heeft wapens en jij loopt met een knife rond. Maar ja, als je nou echt een knife runner bent. Je bent supergoed. Gewoon echt. Gewoon beast. Gewoon zoals mij bijvoorbeeld. Nou, dan nee, ik zou nooit een DNA kunnen halen met knife only. Sowieso niet. Het wordt niks. Daar ben ik sowieso te ongeduldig voor, want ik ga echt niet in een hoek liggen wachten tot mensen naar me toe komen, zeg maar. Okay, er zijn nog drie over. Nog drie. En ik moet zeggen dat het op zich wel raar is om nu, zeg maar, een Nederlandse video te maken. Omdat ik natuurlijk normaal, zeg maar, gewoon 5 dagen in de week Engels stream. Dus dan is het best raar om dan weer een Nederlandse video te maken. Het voelt echt gewoon... Eerder voelde het altijd gewoon normaal om een Nederlandse video te maken, omdat ik dan gewoon Nederlands praat. Maar nu heb ik gewoon echt het gevoel alsof ik af en toe struggles heb, zeg maar, om gewoon Nederlands te praten. En ik wil ook gewoon af en toe gewoon Engels praten op de een of andere manier. Maar dan ga ik toch maar Nederlands praten. Want het zou raar zijn als ik gewoon hier zo op een Nederlands kanaal een Engels video's maak. Lijkt mij. Waarom gaan ze niet dood? Kom eens even op. Hou eens even op jullie. Oh shit. En gaan we ook nog negatief. Dat is gewoon waarom het zo irritant is om gewoon te beginnen als knife. Weet je wel. Dat is gewoon niemand wil dat. Iedereen denkt al. Heel veel mensen lief ook altijd gewoon meteen. Maar ja, ik dacht van. Meh. Hoort erbij. Dus laten we het gewoon maar een keer doen. Maar in ieder geval, ik wil je bedanken voor het kijken naar deze video. Deze serie is dus eindelijk weer terug. Ons record van deze game, of van deze aflevering, was dus 9-0. Nou, niet heel speciaal. We hebben ook eigenlijk maar één game gespeeld. De andere game begonnen we als Niver. Dus ja, dan wordt het al snel niets. Maar in ieder geval wil ik jullie bedanken voor het kijken naar deze video. Hopelijk kunnen we de volgende keer gewoon een 15 streak halen. Hopelijk kunnen we de volgende keer met een ARX. Want ik weet dat je met een ARX kan. Maar je kan ook niet zien met welk wapen je gaat spelen, zeg maar. Dus dat is een nadeel. Dus dan foto ik op een leuke map en dan krijg je gewoon een rotwapen. Dus ja, je weet het eigenlijk nooit zeker. In ieder geval wil ik jullie bedanken voor het kijken naar deze video. Laat even een duimpje achter voor Fish. Je kan mijn kanaal natuurlijk ook in de beschrijving vinden. Waarschijnlijk staat mijn Twitch er ook wel in. Waarschijnlijk, ik denk wel dat mijn Twitch erin staat. Ik zou nog wel even tegen Fish zeggen. En bedankt voor het kijken en tot de volgende video. Tot volgende week. Laatste snel op bus. En tot dan. Later. Joep.